kom zo bij jullie. Hele goede avond iedereen. En over 1 minuutje is het 6 uur. Dat betekent dus dat ik nu Fortnite ga spelen. Ik ga nu de arena doen. Ik was er al mee begonnen zoals jullie het kunnen zien überhaupt. Ik ga gewoon best wel nog verder doen. En om nog wat meer kills te kunnen krijgen. Dus we gaan beginnen. Dankjewel alvast voor de 2 likes. Wel voor de 4 likes. Welkom eerste, tweede en derde kijker. Leuk dat jullie überhaupt meekijken en welkom. Dus ik zou het leuk vinden als jullie even een reactie doen in de chat natuurlijk. Hè. Ik heb inmiddels heel even snel gegeten. Ik heb bloemkool op, had ik vanmiddag al gemaakt. Had ik een stamppot van gemaakt. Verse bloemkool met een kippenpootje erbij. En welkom verder te kijken. Dankjewel voor de 5 likes, mensen. Ik ga nog even een beetje vliegen. Want... Hey, jongens. Hop. Zo. Wow. Zo, eerst dat ze weer even in moeten komen natuurlijk, maar dat is altijd zo. Kijken,
Zo. Ik moet wel extra opletten dan bij die andere, want bij die andere vind ik niet zo heel veel op te letten. Toch bedankt voor je view. Ja. Ik kan echt goed schieten. Of rijden eigenlijk. Kijken of er iemand zin heeft om te spelen met mij.
Wat ben je aan? Iemand doet nog in mijn leven niet kijken, ik zweer, hij is strijder. Ik wist dat niet. Wie kijkt? Je bent een strijder. Hé hey Jochem, hoe kan ik zo knap worden als jij dan? Ja, gewoon jezelf blijven. I'm one kieken, man. Je wordt gewoon knapper hoe je bent. Ik denk dat ik die eierenboekjes. Maar heeft niemand vandaag zin om te spelen? Niet dat mij wat uitmaakt, maar dat gaat gewoon zo leuk. Ik ben vandaag tot 8 uur minimaal live. Toch bedankt voor de view hoor. De ringmisbakseltjes.
tijd, maar wie doet het nu? Je achterlijke geklop. Ja joh, er wordt elke keer iemand klopt gigantisch op een raam of op een deur of weet ik veel, maar het is wel onwijs irritant. Eigenlijk. Ja, maar ja, ik zie het niet, maar het klinkt wel alsof het een raam is. Nee, ik ook niet, maar het is wel heel opvallend, want het is echt wel storend. Een beetje, maar... Fuck.
Ja, maar het is toch wel heel raar dat een wind zo over haar in maakt, pa. Dat ben ik niet gewend van de wind. Ja, het kan natuurlijk gebeuren dat het inderdaad de wind is, maar goed. Kom maar. Ik heb echt serieus, heb ik een wapen. Kom maar. Ik moet even opnemen.
Ja, Nicky die eet pas vandaag om 5 over 7. Ongeveer was ze aat iets wat uit de vriezer kwam. Toch gaan we proberen om die tijger te branden. Die tijger! Die tijger, hè? Daar zit iets, daar is iets. Maar voor mij is het daar heel erg druk, maar ik weet het niet zeker. En elk geval, ik vind het echt een hele mooie tijger. Die gasten hebben waarschijnlijk gezien dat ik iets weghaalde. Maar zo. Ja, kom maar neus. Ja, het kan inderdaad de wind zijn, maar toch, het is wel best wel eng als de wind zo hard staat.
Mooie maten naar je. Hoi Kim Kwok, leuk dat je er bent. Welkom. Helaas, pindakaas. Eén keer. Oh, dat ik geen feest. En dankjewel voor de views erbij. Voor de ring die erbij doet. Het zou leuk zijn als je normaal kijkt en gewoon zelf meedoet met mij. Dat is gewoon een rare knop naar beneden. Zijn ook views, daar niet van. Komt er aan, Olika, moment. Hallo. Hallo. Hoi. Hoe gaat het? Ja, mag niet klagen. Top. Ik krijg sinds vorige week, sinds 2 weken geleden voor het eerst Sims-les. Ik weet niet wat dat is. Ik ook niet. Sims-les, dat is, je kent toch wel de Sims, het spel de Sims? Oh, ja. Dat, ja. Ja, nou, zo zie je. Ja, daar krijg ik privéles van. Oh. Oh, leuk. Dat is super leuk. Dat is echt leuk. Zullen we even gewoon lekker in squats doen? Ja, Travis, even. Ja. Travis, ik heb een droge reden. Zo, goeiedag. Oh. Oké. Okay, ja. Jij hem, maak jij mijn party leiden, Lieke? Want ik het even maken. Oh ja, ik heb hem al. Kijk. Oké. Wat vinden jullie van deze mooie skin? Ik bedoel, vosse skin. Voor mij. Ja, ik vind hem. Lieke. Ik denk dat je die te wel gaat. Hoe ik aan deze skin kom? Deze skin is heel zeldzaam. Deze komt uit season 2. Ja, die heb ik. Nee, grapje. Dit is de 4 euro skin. Ja, die heb ik niet. Ik heb geen battle pass.
Nee, hoef je ook geen Battle Pass voor te hebben. Dat is een pack die je kan kopen. Volgens mij is voor 4 euro. Ja, bij mij staat hij niet meer in de Artishop, want ik heb hem al. Dat is logisch. Ja, ik heb wel een Team Shop van deze vos. Heb ik daar ook gehaald. Nice. Die heb ik al een tijdje. Die heb ik sinds dat ik... voordat het voordat mijn tante het contact verbrak, heb ik die gekregen van haar. Oh, Travis. Ja, ik voel me echt niet goed, joh. Wat heb je dan? Besef, morgen moet ik wel echt naar school gaan, hè? Ja, maar ja, weet je, ziek is ziek, hè? Ja. Ja, maar dat komt omdat ik de 4 euro pack heb gekocht, dus daarom moet ik morgen naar school. Ja, maar ja, weet waarom je... moet je het... Ik zal je sterk nog zeggen, als je een beetje je hoort blaffen, hè? Hè? Ja. Zo noem ik dat. Dan word je naar huis gestuurd, want dan mag je niet naar school. Vanwege de... Nee, ik weet het. Nou ga ik ook, ja, zo heet het ook blaffen. Hoe dat is. Dat is de groep en dat is een soort van blaffen, ja. Ja, dat weet ik, maar dat niet alleen. Ja, ik kan moeilijk dat andere woord zeggen, want dan word je eraf gegooid van YouTube. Dus vandaar dat ik het blaffen noem. Nee, ik weet al wat je bedoelt, hoor. Ja, ik moet waarschijnlijk daar de test voor doen. Ja, maar ja, sowieso. Sowieso heeft jouw meester al gezegd, ook... tegen alle heel kabinet trouwens, als kinderen hoesten of maar wat dan ook van symptomen hebben, dus verkoudheid of wat dan ook, mogen ze 14 dagen naar school. Dus jouw moeder heeft daarvoor echt niets voor te zeggen. Want weet je wat bij ons is? Nee. Ja, daarom ga ik gewoon in mijn jeugd, ik ga in mijn jeugd gezicht voor hoesten, dan word ik toch wel naar huis gestuurd. Even rustig. Kijk, bij ons is het dat als je een soort van klacht hebt of zo, moet je zeg maar 24 uur thuis blijven. En als je dan 24 uur geen klacht hebt, dan mag je weer terug naar school. Ja, nou dan heb je een hele makkelijke school. Want de school waar ik op heb gezeten, dat is niet zo heel erg. Hè. Maar volgens mij ben je gewoon stront verkouden. Ja, ik weet het. Ik ben vandaag daarom ook al naar de dokter geweest. Ik ga jou een tip geven. Ja. Zeg tegen je moeder dat ze Vix moet halen. Vix. Nu denk ik door. Nou, even. Ja, sorry. Vix? Dat is een Vix. Dat is echt. Dan word je echt binnen. Dan ga je binnen een dag. Ga je luchtwegen helemaal open. Ja, dat heb ik ook. Dat is echt heel fijn. En ja, ik heb een puf. Oh, je hebt astma. Ja, ik heb astma, ja. Oh, maar dan mogen ze je niet thuis houden. Oh, boy. Wat bedoel je met uitschelden of zo? Wacht, wat? Wat praat jij? Nee, ik verstand iets heel anders dan me. Ik ben even vergeten wat. Later. Oh, weet je wat je ook... Oh, fuck. Jongens. Kom maar aan. Oh, ik moet achter me. Iemand achter me aan. Ik kom maar aan. Ik heb 1-2 mannen aangevallen. Oh, ja, ik denk dat ik ook mee bezig ben. Oké, waar is die? Oh, ik zie hem. Oh, au. Oh, boy. Zo voor de kustie. Oh, boy. Ik moet helemaal oplopen. Oh, boy. Wat is er gebeurd? Ik word aangevallen. Oh, en hij loopt de hele tijd achter me aan, jongen, die oerwapper. Oh, bij mij? Ik probeer een wapen te pakken. Oh, heb je geen wapen? Nee. Erika, kom hier. Dan zou ik hem zelf aan kunnen vallen. Oh, thanks. Oh, wacht hier, wat ammo. Ammo. Hier. Ja, dankjewel. Ik ga hem even boterbloem pakken. Waar ben je, mooie matenaaier? Nu kan je het mis. Goed, ken jij de New Kids? Ken jij de New Kids? De New Kids Turbo? Oh ja hoor, dat ben ik. Ja, vandaar dat je zei, matenaaier! Nee, dit dingetje heb ik van mijn vader geleerd. Maarten Maaier, die heb ik uit New Kids Turbo. Ja, ik niet. En Maarten. Ik heb wel
Hoe is dat ene jongetje die dat ook hierin meespeelt? Met die met die duk, met die trucker, met die toetoot of oh ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik zo geinig. Doet. Ja, maar ja, dat vind ik helemaal niet erg, weet je. Dat soort jongetjes mogen er zijn. Ja. Ik vind dat echt vrij normaal. Voor mij mogen er vaker gehandicapten meedoen in een film. Ik heb er helemaal geen problemen mee. Nee, ik ook niet. Toen zei je het tegelijk. Nice. Ja, dan komt dat je vrienden hebt. Je hebt geen vrienden die dat allemaal... Kijk, mensen die gehandicapt zijn, die mogen ook gewoon een leven en zo. En ja, dat zijn ook gewoon normale mensen. Ja. Alleen, vaak doen die wat anders, maar dat maakt niet uit. Kijk naar mij. Ik bedoel, kijk naar mij. Ik heb ook een beperking en achterstand. Ja, ben ik dan minder of zo? Nee. Dat ben ik vaak juist. Je bent gewoon hetzelfde. Ja. Ja. En ik ben ook bijna nog gegroeid in mijn abonnees ook. Ah, hoeveel abonnees heb je? Oh. Heerlijk. Oh, er zijn mensen bij mij, maar ga maar verder. 563. Ik hoop echt dit jaar naar de 1000 te raken. Wauw, dat heb je er niet van mij. Ik hoop ook echt dat ik de 1000 mag gaan behalen dit jaar. Mag ik afmaken? Ja. Oh. Ik heb nu de 63 abonnees. Moet je nog ammo hebben? Ja. Ja, heb je nog genoeg dan? Wel, van wat wil je? Doe deze maar. Mensen bij mij? Oh, kom. Wacht, oh, oké. Okay. Ik heb me wel hoor. Ja, maar we zijn een team, hè? Voor de zekerheid. Doe dat dan ook. Oh. Ah, ja. Eén van die was gelijk dood, dus die heeft geen team. Erika, heb je nog wat nieuwe dingetjes geleerd in Fortnite? Ja, ik kan bouwen. Nice. Wacht, hier is een... Mensen. Ja. Mensen. Ik geef dadelijk wel. Oh, Jezus, ik ben nog hard genezen voor jou. Erika, kijk eens. Oh, wacht. Oh, ik wil telkens iets droppen. Kom. Ik heb hem. Dit krijg jij. Wacht. Hop. En dit krijg je ook. Wacht eens. Ja, dit. Dat mag je ook hebben. Heb ik even verdeeld. Dan heb ik... Ik heb hier voor mij ook zo'n genomen. Pak jij deze maar. Nee, die heb ik al. Alleen dan is goed. Oké, nu ga ik even niet meer drop, want ik heb bijna... Oké, kijk dan jongens, ik kan een beetje bouwen, kijk. Kijken? Ga eens wachten bij die muur. Kijken. Mooi. Hop. En Lieke, ik heb gekke flex met deze auto, kijk. En voet op. Right foot slide. Oké, even... Wow. Goed zo, Erika. Nice. Kijk, ik heb gekke skills met mijn auto. Hop. Hé, hey, je kan ook editen. Wie staat er in mijn auto? Wie gaat er in mijn auto? Ik. Kijk, deze gekke skills dan. Ik moet even denken, want hij is bijna... Hij is bijna leeg. Ja, ik zie het. Ja. We gaan even naar die tankstation hier, vlak in de buurt. Ja. Als je het haalt. Oh. Oh. Kom maar, laat mij maar sturen. Ik dat voor niks. Stoppen. Nee, ik kan heel goed hoor. Oké. Vraag maar aan mijn moeder of ik kan zingen. Zij vindt van wel. Ik kan ook mijn moeder niet goed zingen. Mijn moeder kan niet zingen. Wat zei je? Waar is die? Oh, wat durf jij te zeggen van je moeder? Oei. Dit is het schoon is weg. Oh hoi, dan moeten we even gaan rijden. Wat zei je net, Erika? Ik kan ook best wel goed zingen. Goed zo. Alleen ik doe dat niet op de lijstje. Nee, je hoeft ook niet. Oh, wat doe dit hier? Oh, die wil ik hebben. Die wil ik hebben, stop. Wacht, laat haar. Oh! Laat haar. Nou, god, kom maar. Oh. Hier. Laat haar ook maar zo'n ding. Ik weet niet hoe je dat moet. Oh, wacht, maar. stop. Time out, wacht. Oké. Okay. Oh, dat zijn van die bots die hele goede aim hebben. Ja. Ik ben nu een beetje bang. Als niet dan al. Oh, nou ja. Ah.
Je moet checken, je moet checken. Mm-hmm. Oh, Travis, dat is een challenge voor jou. Oh, hier was nog een challenge voor mij. Erika, doe maar hacken. Hier zit nog een poster. Zit hier een poster bij jullie? Want dat is een challenge. Hij moet stil blijven staan. Wat voor sta je stil, kutmolo? Wat voor dit? Hoppa! Hé, hey, Lieke, hier ligt nog een paarse charge. Ik heb een gouden. Ik moet dat nog even. Dat klinkt ook echt recht, jongens. Oké. Okay. Oh, even... mensen. Ik moet even naar binnen. Okay, timer. Heb je hem? Waar ligt? Wat zoek je? Sowieso moet even naar de cirkel. Ja, goed idee. Ja. Oh, meer mensen. Waar? Nee, ik heb wel. Het is een bot. Oké. Heb hem? Moet je gewoon met één. Ga naar de cirkel. Kijk al die bots hier lopen die we hebben gehackt. Ja, dat mag allemaal met ons mee. Oké, jongens. Ingerukt Mars. We gaan Mars. We gaan allemaal heen. Ik kom naar jullie, oké? Wacht op mij. Ik heb een hele goede Mars. Oké. Ja, we lopen Nico, naar de... Jij weet al welke, hè? Jongens, wel laag blijven lopen, want... Ingerukt en Mars. 1, 2, 3. Nu gelijk, ze gaat niet echt goed mee. Nee, laat ze maar lekker doen. Oh, jee, mag. Oh. Hé, wat is dit? Wat is wat? Dat is een wolf van Mean Island. Voor de Avengers. Ik weet niet waarvoor precies, maar... We gaan even naar de cirkel. Ja. Follow me. Follow me. Ik volg jou. Oké. Ik hok wel een beetje. Ik heb niet echt goed genoeg hout. Ja, doe maar even hout ook. Dat kan op zich. Heb je niet genoeg hout? Ik heb ook geen hout, wel ijzer. Hé, hey, nu volgen ze ons wel. Dat is wel goed. Hallo. Niet ons aanrijden. Hallo. Niet ons aanrijden. Sorry. Oh shit, dat is zo pronkelijk, sorry. Wacht, kijk, ik kan heel goed in Mars gaan. Jongens, even hout hakken. Ja. Hé, hey, kijk, ik kan heel goed in Mars gaan, kijk. Wat schiet jij? Geen pronkelijk. Dat is fijne kogels. Ach, ik heb er 47. Ja, ik heb dat ik genoeg mensen heb. Ik heb heel veel mensen. Hoeveel shotgun ammo heb jij? Een shotgun, dat weet ik niet precies. Travis, hoeveel heb jij? 47. Gun mij, ik heb er 8. Dank je. Alsjeblieft. Wat ben ik toch weer aardig, hè? Sowieso. Zeg, ga je over de Ik schep vaak om. Ik ben er aan. Oh, voor jou lag zo geniaal. Ja, dit is wel zo. Net als mijn opschepen, dat is ook geniaal, toch? Nick, ik kom vanzelf wel naar je toe als ik kan spelen. Ik ben nu nog even bezig. Wie is Nick? Erika, mag ik even wat zeggen? Kijk, kan je hem alsjeblieft niet inviten, want ik heb ruzie, ik en Travis hebben ruzie met hem en dan loopt het uit de hand. Oh, goed, geen probleem. Je mag wel met hem spelen, maar kan je, ja. Ik heb ook gezegd, ik kom vanzelf van Oh, mensen! Ja. Dood. Ja hoor. Hé, hey, Belly Flop 40. Ik ga morgen misschien een zwembad en dan ga ik ook Belly Flop gooien. Ik zal zelfs morgen niet gaan zwemmen als je ziek bent. Ja, echt, en waarom zou je zwemmen met dit? Waarom zeg ik trouwens dat ik ga zwemmen? Ja, jij zegt zei ik dat zwemmen. Wat zei ik dat ik. Oh nee, wacht, ik kan überhaupt niet eens gaan zwemmen dit weekend. En dat wil ik niet eens. Doe maar niet, nee. Het lijkt me niet zo heel handig. Dan ga ik wel bellyflop doen op mijn bed. Of op die van mijn moeder. Wat nee, maar je kan ook gewoon op de tafel. Bellyflop is op je buik vallen. Oh, maar dan ga ik echt niet op de tafel doen hoor, dat doet pijn. Oh, ik heb dat laatste keer een zwembad gedaan, mijn hele buik was Travis.
Ja. Ik ben niet zo slim. Ik heb ik heb Middles geskipt en nu gaat hij me vol spammen, denk ik. Wie? Iemand invite mij. Ik ga hem even invite. Kijk wie het is. Aardig is. Dan ga ik hem gelijk kicken. Rustig aan. Oh. Oh, Jezus. Nee, die is er niet. Oh, what the fuck? Yo, Nee. Tref het, Sky. Chris, stil. Stil, rustig doen. Niet schelden, AUB, bedankt. Nee, maar even niet doen. Ik hou niet zo van schelden. Ja, daar. Ik ben best wel druk. Als er iemand scheldt, dan mag ik dat wel doen. En als ik scheld, dan is het goed. Hè, Lieke? Oh, wat? Ja, maar even. Wow. Dit doe je nee, je bent gelijk gek. Erika? Wat? Erika, kan je... Ben jij een meisje of een jongen? Ik een meisje. Ze is een meisje. Oh, ik heb alleen een beperking. Oh, jij bent echt erg. Ja, Chris. Ja, ik dacht dat ze een jongen was. Ik dacht dat ze nieuwe lover was van Lieke. Oh, ja, allemaal mensen bij mij. Even normaal doen, bedankt. Ik heb maar heb je nu weer met Floepsie dan? Nee. Waarom denkt iedereen dat? Erika, iedereen denkt... Stil, doe normaal. Niet zo hard schreeuwen. Ik word para van jou, nu al. Is je para van mij? Ik heb tv op mijn kamer. Nu kan ik harde muziek doen. Even wachten hoor. Ja, nog nee, maar even. Ja? Erika. Ja? Hij is niet zo goed wijs. Dat weet iedereen al. Hij geeft Kaka, I'm a bird! Hey, er zitten drie mensen op mij en ik ben zo kletter. Ja, ik ga dood hier. Ja, er zitten 17 mensen op mij en ik klep ze allemaal, want ik klap namelijk. Ja man, jij bent echt bol. Oké, doe even rustig. Grap, ik heb één assist aangezet, nu own ik iedereen. Chris, als je druk gaat doen, dan weet je dat je een kick krijgt, hè? Ik heb geen zin in... Als je druk bent. Oh, wat? Oh, fuck! Grap, jij hebt nooit zin in mij! Oh ja, en trouwens, ik ben altijd druk, dus ja. Jongens, pas op! Ik wil net zeggen, nu komt er wel een of andere idioot voorbij. Ik vind Erika nu al aardig. Ik ben ook aardig. Super aardig. Alleen, ja, ben je ook aardig, Erika? Alleen, je moet me niet uitdagen met mijn beperking. Hé, hey, heb je nog steeds een boom? Heb je nog steeds verkeering met een boom, Chris? Wie, wat? Ah, oh, nee. Ja, Erika, kijk hè. Die, Chris, die net was. Kijk. Die net is gejoind. Dat is zeg maar. Die zei een keer dat hij verkeering met een boom had. Is een boom dood? Nee. We hebben zeg maar een tragisch verhaal. Er is zeg maar een tragisch verhaal. Ja, ik denk dat we hebben een verhaal. Let's go. Ja? De. Een rende meneer, ik ken hem totaal niet. Die had hout nodig en die pakte mijn vrouw weg! Ja, Chris, ze was zwanger! Chill! Ze was zwanger van 17 kinderen. Erika, zou ik even wat vertellen? Had jij ook een keer dat hij een kind had gekregen van een... Even wachten, ik verstaan er helemaal niet van. Even wachten. Ja. Nee, stop Chris, stop. Net voor de time-out Chris. Even chillen. Doe je nou eens even ademhalen? En even wat drinken pakken, we gaan toch naar de lobby. Ja. Naar de lobby. Ja. Naar de lobby. Even, pak iets naar de lobby. Naar de lobby. Oké, stop maar weer met zingen, het is nu al... Waarom vind je dat ik niet kan zingen? Stop. Ik zei, weet je nog een keer dat ik tegen jou zei, je gaat me meedoen aan de Voice. Ja, ga ik ook. Ik zei, ik heb al ingeschreven. Travis, hij gaat meedoen aan de Voice. Ik heb al ingeschreven. Oké, en nu even wat anders. Ik ken nog van iemand die ooit tegen mij zei dat ze zwanger zou raken van een badkuip. Van wat? Ja, weet ik. die ken ik. Dat is de nicht. Dat is mijn nicht. Ja. Ja. Sowieso, dat is mijn nicht. Het houden allemaal met dingen, voorwerpen, planten, alles. Is ja, ik heb nu een stoel op het oog. Ja, misschien een bed.
Een bed moet er beter in bed. Mag ik even stil, Erika wil wat zeggen, even stil. Degene die ik even ken. Zet die muziek uit. Ja, er is geen muziek, maar dit is een première, ik doe hem ook uit. Degene die ik ken heet Joyce Joy. En die is zwanger van een badkuip, zeg. Ja, dat is mijn nicht. Ja. Is dat jouw nicht? Dan mag je haar, even serieus, dan mag je haar heel snel te kloten gaan geven, want ze heeft mij helemaal zwart lopen maken. En ook mijn moeder. Oh, dat vind ik echt niet kunnen. Maar wacht, hoe oud ben jij? Heeft ze Fortnite Erika? Zij in Fortnite, Joyce Joy. Ik ga een friend request sturen, ja? Ja, nou, ik ben er helemaal klaar mee, hoor. Hoe oud ben jij, Erika? Ik ben 36 jaar, maar ik heb een IQ van een kind van 6. Oké, nice. Ik heb een IQ van een kind van 0. Ja. Nee. Ja, man, je hebt echt een IQ. Zo. Het maakt allemaal niet uit wie wat heeft. Ik heb een IQ van 0! Nou, goed! En ga opvallen! Ik wil niet gepest worden door jou, ik ga je kikken, niet weer. Chris. Ik ga je kicken. Ja, kijk, jij gaat me kicken, dat je pest me weer. Je pest me altijd. Als je... Nee, je jij doet altijd zo. Nee, je pest me altijd! Nee! Ik ga... Flops, je weet het! Jij pest me altijd! Chris, gedragsje! Ja. Wat zei je? Dat jij weet dat Lieke mij altijd pest. Ja, maar... Nee, jij pest Lieke. Echt? Nee, zij pest mij altijd. Zij heeft mij al heel vaak uitgemaakt en dat vind ik beste. Ja, Erika, ik had dus met Chris, met die was gejoind. Ook met mij. Ja, ook met Travis. Maar daar is spijt van, zei ze. Wanneer heb ik dat gezegd? Oké, laten we stoppen, want het is heel raar. Iedereen kijkt naar de stream, dat is heel raar. Het is echt heel verschut. Ja, nu vroeg ik helemaal geen idee. Maar in elk geval, Joyce heeft mij helemaal zwart lopen maken. En mijn moeder ook. En mijn ouders. Ik vind het echt niet kunnen dat mensen dat doen. Zoals dat zij. Ze of gedaan. En, ze maakt nu accounts al steeds weer. Ze laat ons niet met rust. Dat vind ik echt niet kunnen. Ja. Ik ben helemaal in de macht geweest van Joyce. En mijn ouders hebben me eruit gehaald. Kijk, weet je wat het is? Als mensen gemeen tegen jou doen, dan hebben ze echt een probleem met mij, Erika. Ja, maar dat was gisteren en dat is al 3 dagen. Oh, serieus? Ja, dan moet je maar daar eens even opletten, dan komt ze daar weer in de stream. Oh, wacht, ik ga nu naar jouw stream kijken, oké? Ja, en Chris, zet even die muziek wat zachter van de première. Oh, nee! Chris heb ik net gekikt, omdat hij, ja, hij was een beetje irritant aan het doen. En hij schreeuwt veel en zo, en als hij boos is, scheldt hij veel. Dus ik dacht, ja maar ik scheld ook wel eens. Ik scheld ook wel eens. Gisteren nog. Maar hij wel echt heel erg. Nee, maar ik ben gewoon, Ik soms ook heel erg, hoor. Ja, als je je minuutje nu netjes inhoudt. Ja, doe dan maar je mic uit, Travis, als je echt boos bent, want jij bent echt boos worden. Ja, dat weet ik. En heb jij gezien tijdens onze ruzie, Lieke? Ja, ik had ruzie met hem, maar het is weer goed. Ja, maar... we zijn weer hele goede vrienden. Ja, dat heb ik heel... Maar dat doen we binnen 1 seconde, we hebben één dag ruzie. Ik wil wat zeggen, stil. Oké. Maar het is echt zo, sinds dat ik contact moest verbreken, omdat het niet goed met mij ging, vele mensen zagen dat, heeft Joyce mij helemaal zwart gemaakt. Dan vind ik echt dat irritant. Dat zoiets doet, zoals zij... Nee, echt zo. Mag ik eens slaan? Nee, wacht even, ik moet even snel doen. Oh. Okay, ik dacht dat ik mocht slaan, maar... Nee. Jammer. Slaan werkt niet. Nee, klopt. Soms wel. Ja, maar niet in deze optie. Dit is een oudere mevrouw. Hey, panda. Hoe oud is zij dan? Joyce is ouder dan 29. Oh. Joyce doet zich voor als 29 jaar.
Oh. Of ze is echt totaal geen 29. Oh. Is ze jonger? Nee, ze is ouder. Oh. Ze is een meisje. Ze is een vrouw. Ja. Nou ja, een vrouw. Wijs misschien. Of oud wel, maar wijs. Ah. Ja. Gaat het goed, Travis? Ja, ik zit met ze. Ja, te killen. Ik denk dat hij het heel erg benauwd heeft. Nee hoor. Nee. Dat lijkt. Ik heb 4 kills. Nee, ik heb ook 4. Wat heeft dat. Wat heeft dat te maken? Waarom zou ik hem benauwd hebben? Waarom zou ik scheten? Nee, ja, omdat je verkouden bent. En je longen die vragen om zuurstof. Dat is dus in je astma. Zo maar niet. Maar het het ergere probleem is zeg maar het snot dat ik opsnuif zeg maar. Ja, dat gaat dus zeg maar. Ja, dat gaat in mijn keel vastzitten. Daarom. Ja. Ja, daarom moest je zoveel. Ja. Ja. Nou, ik weet het. Kijk, jij snapt het. Ik vind het wel. Nico ook. Ja, het is. Ja, ik had het ook een keer, dus ik weet hoe het voelt. Dat is echt heel irritant. Ook deze hoest die ik heb. Ga je kapot dan? Ik heb een gouden punt. Oké, guys, iemand heeft drift gebruikt. Zo'n drift. Allemaal, als ik kom, maar pas op. Helikopter. Heeft iemand dokt? Oh, ik heb die Groot's bal. Oh, mag ik die? Oh ja hoor, hier ligt die. Ik kom er aan, waar ben je? Ik wil eigenlijk een SMG, dat is een challenge. Ja, ik heb er een SMG. Ik heb serieus nog nooit die bal gehad. Ik weet niet wat het met je doet. Geef hem dan aan Erika. Oh! Chill! Het geeft je healing als je een healing nodig hebt. Oh, mooi. Oh, de SMG heeft Erika opgepakt, of Erika. Oké, maakt niet uit. Wacht. Nico, wacht, kom. Thanks. Zo, je had te veel? Ik had er 6. Nee, oh, Max zit bij mij. Wacht even, ik moet hem over joinen, hè? Nee, je fight hem gewoon. Wie? Ah, oh, is goed. Wee. Ik hou van plagen. Nee. Ik hou van plagen. Wacht even. Yo, wacht even stil. Max, wat is er? Kan Pieter weer hoesten vanavond of niet? Ik kan wel vragen. Nee, hij zit in duos, dus ik kan wel. Ik heb fight hem of Boot. Kan Nico niet, ik bedoel, kan Nico niet hoesten? Ik heb gevraagd, maar gewoon voor de zekerheid. Hoi. Ja, ik heb laat Erika in die auto. We gaan met webcam streamen vanavond. Oh, nice. Dus je laat eindelijk een keer je gezicht zien tijdens stream, zo'n beetje. Je mag gejoind. Je mag ook gewoon zeggen, je mag ook. Oh, Pieter! Hij zit in de party. Pieter moet even party chat gaan. Oh, ja, hij is er. Pieter moet even party chat nog gaan. Ja, hij is er. Pieter. Pieter! Ja? Ja, vraag kan je hem. Weer hosten? Misschien. Ja? Kan je misschien weer hosten alsjeblieft? Je mag ook meedoen met ons, hoor. Weet je, wie is saai? Wie is saai? Ik ben een hele leuke vriendin van Lieke. Ja. En heel aardig, en ik ben een YouTuber. Ja, ben. Wie gaat er mee? Nee, je kan maar met z'n tweeën. Oké, Lieke, kom jij? Hé, hey, Pieter, kan je hosten vanavond? Je mag even nadenken hoor, als je niet goed hoeft. Hé, Max, zou ik dan weer bij hem in de party gaan? Als dat kan. Oh boy.
Maar Pieter, kan je hosten? Ik moet even nadenken, denk ik. Ja, ik denk het ook. Of hij is gewoon... Pieter, kom maar uit. Wat zei je, Pieter? Oh, mag ik die? Wat zei je? Ja. Als je het saai vindt, maakt het niet uit, dan hoeft het niet. Maar kan Nick wel hosten dan? Ik weet niet, anders gaan we wel boxfight vanavond. En zo was het zo leuk. Hoor. Ja, die gaf van die bio zo was of zo weer. Wat ze vroeger altijd deed, toen we nog... Oh, ik werd geschoten. Waar zit die guy? Ik hoor iemand. Nee, ik heb jullie niet nodig hoor, maar gewoon... Oh, jullie mogen wel komen. Ja, jullie mogen wel komen. Nou, kom maar wel voor de zekerheid hoor, want ik weet niet waar deze guy zit, maar... Oké, okay, wij moeten wel echt ver naar, oké. Okay. En bij ons zijn er ook mensen, dus... Ja. Oh nee, we kunnen er niet naar rust. Hou je vast, hou je vast! Oh, ik moet hem killen. Ja, kom op, joh. Dat is een challenge voor deze ja, pack. Er zit één iemand bij mij. Maar ik heb gouden punt, dus... Wat is dat? We moeten naar de center. Waar zit jij nou naar te kijken? Kelvin. Maar die... Oelala. Het is geen gezellig jongetje. Waar zit deze guy? Ik weet niet, die zit maar. We gaan wel alvast naar de cirkel. En niet. En er. Okay, Pieter! Pieter! Zendik. Ja. Weet je het al of je kan hosten? Of wil? Wil je wel hosten? Ja, ik kan wel hosten, maar als de vriend online komt, dan ga ik wel met hem spelen. Ja, is goed. Max, hoor je dat hij kan gaan hosten voor, totdat zijn vriend online komt? Ai, 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 ai. Van, hoe laat komt je vriend ongeveer online? Ja, weet niet. Ja, dat is kut. Oh. Ja, zo dadelijk komt hij over 2 minuten online, dan zijn we nog ineens live. Ja, weet ik. Nee, echt zo. Max, ik wil weer als eerste zijn bij jouw stream. Ja, dan moet je dit belletje indrukken. Ja, dan moet je... Goed zo, goed zo. Ja, dat heb ik ook. Dat heb ik altijd. Wat? Ik krijg geen meldingen. Ik heb wel belletje aanstaan. Ja, ik heb belletjes ook aanstaan, maar ik krijg geen meldingen om mijn computer dan. Wat? Ik heb ook nog niet gevraagd voor de zekerheid, maar very nice. Ah, ik ben er al bijna, maar ik heb hier nog één iemand nog. En die is er vandoor. Wij zijn er al bijna, maar oké. Live gaan. Stream beheren. Plannen. Duo custom screams en creative met kijkers. Oh, dat doe ik ook altijd meestal. Eerdere instellingen gebruiken. Zullen we... Ik zeg dat ook altijd. Custom games. En... Give... giveaway plus webcam. Ja, dat vind ik een goeie. Helemaal top. Oh, waar moet de plus? Waar staat de plus? Plus. Als je dingen plus nodig hebt. Hey, Lieke. Oh, even. Weet je wie mijn invite? Ja, Nieke. Nieke. Ja, Nieke. En Lieke, pak alles voor mij. Lieke, pak alles voor mij. Die is stomme Nieke. Jongens, leuk. Lieke, pak alles voor mij. Lieke, Lieke. Wacht. Kom. Er is een... Nee, ik word gekild door deze haai. Wat is dit? Max, ben je live? Nee.
ben echt boos op die hij. Zet ik mijn geluid alvast uit? Waarom ben jij geliefd? Ik ben niet geliefd. Nee, nee. Je weet niet waarom wij liken. Ja. Ah, jongen! En Pieter, moet ik dan bij jou in de party blijven? Oké, of ga je zelf kijken naar het stream? Kom maar. Wat zei je? Die zal je niet meer storen. Ja, nu maar. We gaan lopen. Wat? Die kan denk ik hosten, hoop ik. Hij is ijsstuurbrug. We gaan lopen. Ik moet eigenlijk wel rennen, ik ga echt zo dood. Ik heb medkit. Wacht, ik loop wel even door. Oh, er zijn mensen aan het wachten. Oké, ik ben dood, rip. Ik ben 8 HP, 6 HP. Dus ik overleef ik niet eens. Jawel, je bent er bijna. Ja, ik heb wel overleefd, alleen zijn nog mensen. Ja, die gaan mij killen. Oké, rip. Ja, was dit? Waar ben je? Waar zit je nog dan? Pas op, hoor. Oh, nice, Erika. Nice. Mooie maat, nou je. Zo. Waar ben je, Lieke? Ik ben... Nee, er zijn nog mensen. Please help. Ja, ik ben onderweg. Hallo. Ik ben... Wacht, waar is hij? Nee. Pas op. Wacht. Maar zeg maar wanneer je live bent. Waarom bouw ik tot daar boven? Oh, ze komen eraan. Zijn er nog wat? Jongen, stootje op mijn rol. Hij is er weer. Ik bedoel, ze zijn er weer. Ja, ik ben dood. Ja, ik ook. Ja. Oh, deze kinderen. Maakt niet uit. En we hebben die giveaway toch kill. Ja. Maar dat zou je toch mogen doen waarschijnlijk? Oh ja, zou ik die giveaway gewoon weghalen? Ja, want Storm die kan jou niet komen. Ja, als ik me help, dan moet je zeggen. Oh ja, Cushion Games. Ik weet niet met wat ik moet helpen. Hoi, Panda. Kijk, wie is er allemaal in de pot? Games. Nee, ik weet niet hoe ik mijn titel moet gaan noemen, man. Custom Games Duo, Scream. En... Met kijkers. En dan waarschijnlijk ook nog wel... Wat heb je al, de 1.6K? Even kijken. Nee, nog niet. Oh, jullie gaan nu al de live dingen doen. Zeker. Oké, willen degene die erbij zijn gekomen even eigen voorstellen aan mij? Ik ben Maximaal, ik ben een YouTuber met 1.5K op YouTube. Ik stream soms en dit zijn mijn vrienden, Vloepsgroes en Lieke, dus ja. Ja, Lieke ken ik ook. Ik ken Vloeps, ken ik al. Ik ben ook een YouTuber, welkom. Leuk. Ik hoop ook dat je op mijn kanaal gaat abonneren, dat is ook... Leuk vinden, want dan doe ik het ook wederzijds. Even onder de katten ben ik kijken en dan zie je ook dat jij erbij staat. Je ziet jezelf staan, dus. Oké. Ja, ik ga live, oké, dus. Ja, geen probleem. Oké, is goed. Leuk. Pieter, ik lief ook een wat ik jou, oké, Pieter? Ja. Dus gewoon met z'n allen doen. Wacht, vloeps. Join eerst nog heel voor mij, oké? Ja, is goed. Max, ik denk dat ik wel even met Erika blijf, ja? Ja, nee, prima. Max, je kan ook gewoon met mij. Max, wat wij voor mij? Ik doe wel andere keer mee. Oké. Maar ik ga wel bij het live kijken. Ik doe wel echt. Oké. En dan gaan we naar Squad. Oh, dat gaat niet. Ik ben duo, denk ik. Ja, duo. Waar is Pieter ook weg? Ja, die is ook weg. Oké. Ik denk dat hij met zijn live gaan doen. Kun je, ik weet niet, jij bent ook op mijn kanaal toch geabonneerd? Ja. Kun je de link ook toesturen via mijn chat? Ik? Ja, van hun kanaal kan ik even abonneren.
Hij heet. Wacht toch? Even kijken. Jongens, ik heb kiespijn, hoe vind je die dan? Oh. Is niet echt. Nee, maar het is mijn verstand niet. Mag ik hem in je chat zetten? Ja hoor. Voor mij okay, wel. Kijk maar. Wacht. Ik heb het gedaan. Ik ben nu. Ik heet SpongeBob 1, 2, 3. Ik had al voor lol aangepast. Ook, je geeft niet. Heb je hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien, maar. Hoe heet het kanaal waar ze op zijn? Hoe die heet? Ja. Hij heet gewoon Maximaal. Maximaal? Als je dat op. Ja. Hoe schrijf je dat? Hoofdletter M. Even wacht hoor. Ja. De A. Ja. De X. Ja. De E. Ja. De M. Ja. Oh, wacht. De A. Ja. De ja. A. Ja. Heb je nu twee keer A? Ja. Oké, okay, en dan de L. Maximaal! Nou jongen, je hebt er naar beneden bij. En hoe heet het? Hij heeft toch als goed is 1,55k abonnees. Ja, toch? Ja, ja, klopt. Ja, nu één okay, ja, meer. Dan is het de goeie. Ik hoop ook dat hij op jou gaat abonneren. Ja, dat is ook wel heel erg leuk, want ik kan altijd wel Ik kan altijd nog aan hem vragen, want ja, hij is een vriend van mij. Ik kan wel een keer vragen als ik met hem speel. Dat doet hij vast wel hij... van jou. Ja, en ik denk ook gewoon ook voor jou. Ja, vast wel. Kijk, waar gaan we landen? Want we zijn... Zullen we anders hier landen? Waar? Wacht, waar ik ben. Ik zie geen... Zie je het? Bij de blauwe... Blauwe, hoe heet het, streepje. Of ja. Oei, ik kan hem niet zien. Oh ja, nu wel. Ja. Of nee, even kijken, waar jij... Ja. Oh. Ik ben, hier. Volgens mij moeten we even richting de lijn. De cirkel. Oh nee, dat hoeft nog niet hoor. Maar wacht, ik pak wel even een wapen. Ja, wacht, ik kom wel naar jou. Ik weet niet waar ik ben in elk geval. Ik ben op een of andere dak. Maar ik probeer niet uit te komen, maar ik weet waar je zit. Oh, wacht, nee, ik zie jou. Nee, ik kom naar jou. Als ik niet op tijd ben, oh, nee, dan er zijn mensen mee. Bij mij. Ja, hier ook. Oh, nee. Wees gerust, die kijk. Oké, ik heb hem. Ja, er zit er ook nog hier eentje boven me. Moet ik komen? Nee, dat hoeft nog niet, want hij heeft me niet gezien. Ho! Mooi, maken wij, hè? Oké, jongen. Echt supergoed. Ja, mag Erika. Jij mag dat hebben. Ja, ik pak deze kaart op even. Oh, ik heb mijn wapens en mijn wapens. Ja, nee. Kijk eens. Dat is een tuig. Deze mag je ook nog hebben. Ja, ik kom. Nee, dank je. We gaan even een moord. Sorry, een... Oh, wacht, Erika, wacht. Hier, deze mag je. Was al vergeten te droppen. Ja, zie, die had ik al nodig. Die had ik nodig. We gaan richting de cirkel, kom. Ja, goed idee. We gaan even rijden. Oh, dat gaat niet. Even dikke. Oh, jammer. Die konden we wel goed gebruiken. Hey, Koek, een beetje dimmen tegen mijn vriendin van mij. Want je kan gelijk lekker geblokt worden, komkommer. Nee, wacht maar. Ik geef hem even een time-out. Hou niet van dat soort taalgebruik. Mensen die dit doen naar jou, dat gaat niet... Ik weet niet eens wat die zei. Nee, dat hoef ik niet. Oké. Dat was best wel niet normaal. Oké, dan hoef ik het niet te weten. Nee, doe maar even niet, nee.
Hij kan ook gewoon normaal tegen jou doen. Ik bedoel, je bent niet geen hondje om afgekaft te worden. Nee, klopt. En degene die jou afkaft, die krijgt met mij te doen. En als je met mij te doen krijgt, dan is dat niet goed. En dat wil je niet, hoor. Nee, geloof ik niet. We gaan hier naar beneden, want misschien zit hier ook nog wel het een en ander verstopt. Een dode auto. We zoeken een modderpad, modderauto. Lekker hoor. Waar? Oh, daar. Ja. Een auto vol schimmel. Lekker hoor. Ook hier is weer wat anders. Ja. Ja, la 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 la. Oh boy. Oh. Wacht. Oh, we moeten nu wachten naar de cirkel. Ja, dat gaan we zeker nog even zo doen. Komt goed. We zijn er bijna. Ja, maar dan nog. Je gaat respectvol met elkaar om. 02, ik hou niet van... vervelende dingen die van beter zwaar, maar die kutten gaat veel sneller. Mm-hmm. Ik ben al in de cirkel. Behalve als ik een haai zie, dan zeg ik haai. En jeuk aan mijn neus, ik heb hooikoorts en dat is verschrikkelijk irritant. Ja, je doet maar wat je niet achter kan. Mij boeit nee. Dat echt niet. Hoe Niek praat. Welke als die Niek? Nog... Ja, die Niek met jou ruzie heeft. Ja, ik mag hem niet. Ik mag zelf dan uit met wie ik speel. Ja, zelfs zeker. Ik laat me door niemand de les lezen. Lolbroek. Vind ik een leuke naam voor hem. Weet je wat er ook een keer was gebeurd toen met Niek? Toen hij zei tegen Max, diegene die net was gejoind, zei hij zo van dat ik Max, dus die guy die net zich voorstelde dat hij mij op heb geabonneerd. Ja. Toen zei Niek dat ik zei tegen Max dat hij een Mogol was, maar ik heb dat niet eens gezegd tegen Max. Ik ben gewoon goede vrienden met hem. Dus waarom zou ik dat zeggen? Er wordt er weer gerommeld. Ja, zeker. Hij doet het altijd over mij. Maar ja, maakt niet uit. Ik laat hem gewoon. Hoewel. Niek zegt ook niet tegen mij dat ik niet met hem mag spelen. Ik bedoel. Veel te weinig kogels. Van wat? Weinig. Nou, dat is eigenlijk wel waar, maar oké. Okay. Ik las even in de chat en ik had even die guy van toe. Jij weet eigenlijk niet wat hij echt doet, maar... Dat lol, geeft niet, dat hoeft hij niet te weten. 2. Wij moeten naar een cirkel. En het is iets tussen mij en Niek, zeg maar, dus ja. Mieke, kom eens naar mij. Mieke. Wat is waar, poep de poep? Ik vind die nou geniaal. Ja, doe maar. Ik heb ook. Een lekkere. Ja, toch. Ja, let's go. Instappen. God. Kijk, what the fuck. Wat zeggen ze allemaal jouw chat over mij, maat? Lekker laten doen, Lieke. Maak je niet druk, doe ik ook niet. Nou, ik kan zeg maar niet tegen als mensen over mij praten. Lekker laten doen, wat maakt het uit? Dus... Oh, ja.
rond. Mooie maat van je. Kom dan, met je grote mijl. Kom, kom. Hij kom. Is dood. Moet ik komen? Nee, ik heb het niet tegen jou. Poep, poep. Wat een naam. Volgens mij heb ik hem geraakt. Ik ga hem even... Ik ga hem... pakken! Ik zeg heel erg... Kom maar dan. Lekker! Poep Chinees! Mijn man. Ik zei toch dat ik hem had? Ja toch. Ik heb hem genaaid, keihard. Ik doe helemaal niks. Ik zeg alleen dat ik die idioot genaaid heb. Net. Die hier gewoon, Nee, nee, ze hebben het over mij. Over, waarom over jou? Ik bedoel, wees gewoon eens lief voor elkaar. En als je iets tegen Liek hebt, kom dan gewoon in de lobby. En druk je mond dan open. Dan lossen we het op, Liek, we moeten gaan, Storm. Oh ja, is goed. En doe het dan ook niet in mijn chat. Ik ben er om iedereen te helpen. Ik hoop dat jullie dat ook eens waarderen. Los het op. Praat met elkaar desnoods in mijn... In mijn lobby. Ik weet ook dat ik het uit wil praten. Wel met mij in de buurt althans. Of niet, Lieke? Wat zei je? Dat je het in de buurt van mij wel wil uitpraten met hem, toch? Met als wie? Met hem als ik in de buurt ben bij je. Weet ik niet. Op zich. Aan de ene kant wel, maar... Niek weet ook van mij dat als ik boos ga worden, dan is het feest. En hij wil ook niet dat ik boos word. Snap ik. We moeten doorlopen gelijk naar de store of naar de cirkel, kom Lieke. Nou, hallo. Ga even naar beneden. Ik zag het. Holy moly. Kan gebeuren. Dus zeg hier. Oké, er wordt hier even gevraagd of je hem even wil inventen. Wie? Ik heb hem niet als vriend. Oké, Nieke, of Niek, stuur met mij even uit naar dan. Oh nee, dat gaat echt fout, Erika. Nee, ik kan echt niet. Als hij in de lobby zit, gaat echt fout. Hij houdt zich in hoor, geloof me, als ik zeg dat hij zich in houdt, houdt hij zich in. Nou, hij gaat allemaal leugens dan weer verzinnen. Als over hij dat mij. Doet. Erika, geloof me. Als hij dat doet, dan heb ik dat heel goed hoor. En dan kan en hij anders heel zeg ik het wel tegen jou als iets niet klopt, oké? Okay? Ja. Maar het is ja, beter ik heb niet je... ook als vriend, waarom weet ik niet? Het is gewoon zo belangrijk als je het even uitpraat met hem. Om problemen uit de wereld te houden. En dan ben ik erbij en er kan niks gebeuren als ik erbij ben. En als hij heel irritant gaat doen en hij gaat schelden, dan blok ik hem gelijk. Dus dan weet je dat. Is het goed. Wacht, ik kan hem op zich wel ook inviten. Doe dat maar, want ik wil het probleem maar even voor altijd opgelost hebben. Maar misschien is ja, er ergens een miskomst. Ik weet niet of ik het goed wil hebben met Niek. Nee, maar ja, als je gewoon een beetje... Oh, wacht even. Oh. Mensen. Mensen. Oh, ik hou me af. Oh, hey, kan je nog praten, Niek? Niek! Zo invite je me. Omdat ik dat vraag. Wil jullie aandacht van? Niek, ja. Ik zou normaal doen als jou, want ik ben hier aan het woord.
Ja? Ja, oké. Okay. Hou je even nu in dan? Ja, als je maar niet gaat lopen schelden. Want ik scheld dan... helemaal niet, ik wil gewoon dit opgelost hebben. Nee, ik zeg ook niet dat je dat hebt gedaan, maar als je het gaat doen dan... Nee hoor, ik scheld helemaal niet. Nee, ik zeg ook niet dat je dat hebt gedaan. Ik zeg alleen dat ik helemaal niet... Ik scheld helemaal niet. Oké, okay, ik ga ook niet schelden. Sure. En Rick ook niet, ik wil... Juist dat het eens en voor altijd opgelost wordt, anders zal ik je ook Hoe graag ik het eigenlijk wil doen, ik hou mezelf wel in. En Nico ook, toch? Ik hou mezelf, probeer mezelf onder controle te houden, ik weet niet of het Doe lukt, maar... Ja. Gewoon je best doen, dat komt allemaal goed. Maar als ik niet goed oplet, ik zit midden in een potje, Arena. Ah, ja, dat maakt ook. Niet uit, wij ook. Ik wil gewoon dat het eens en voor altijd opgelost wordt. Ja? Ja. Ik wil weten waar jij tegenaan loopt. Ik wil ook weten waar Lieke tegenaan loopt. En samen komen we tot het besluit. Goed? Ja. Ja. Ik denk Lieke, even wachten. Laat eerst Niek beginnen en daarna jij. Oké? Okay? Eigenlijk ben ik zo dom dat ik niet eens meer weet. Maar oké. Okay. Dat maakt niet uit. Niek, waar loop jij tegenaan? Nou, ik loop tegenaan als zij deze... Kijk. Zij moet aandacht hebben, je moet ook zomaar maar gaan unblokken op Instagram en dan zeggen wat zeg je dit, wat zeg je dat. En dan gaat ze me weer blokkeren, dus dat ben ik vrij. Nieke, waar zou ik zeggen waarom? Kijk, omdat jij iets had gezegd wat zeg maar niet klopte. Dus, en ik wou je daar even op aanspreken dat je... zeg maar dat je dat niet meer moet zeggen als je dat je niet zeg maar ding moet zeggen wat niet zo is over mij. Maar hoe kan je? Ik tegen jou iets zeggen als je me toch hebt geblokkeerd? Nee, niet over niet tegen mij, maar tegen iemand. Ja, maar wie is die iemand? Ik noem ja, even ik naam. Zeg even geen namen in de stream. Ik vind het... Ja, maar nog steeds, dan heb jij er helemaal niks mee te maken. Want zo krijg je juist ruzie als je ermee gaat bemoeien. Dan moet je ook ja, snappen. Maar kijk, het was over mij, snap je? Dus dan. Ga ik er automatisch iets van zeggen, want ik kan er, ja. Snap je? Je pikt ons niet. Lekker! Snap je niet. Oké, ik ben eerlijk, ik praat soms ook wel over jou, Niek. Maar ja, dat doe je vast ook over mij, maar dat ja, komt vast door die ding. Ja, you know. Nou, als jullie daar nou eens allebei niet mee, als jullie dat nou eens allebei niet mee doen. En gewoon, want dan bereik je meer. En als de ene wel wat heeft, dan de ander. Ga naar elkaar toe. Zeg gewoon netjes wat er is, dan krijg je dit soort dingen ook niet. Want waarschijnlijk gaat het hier alleen maar om een miscommunicatie. Waar een hoop ellende van is gekomen. Terwijl jullie normaal dikke maatjes zijn, hallo. Heb ik gelijk of niet? Heeft het gewoon te maken met iets wat er gebeurd is, wat best wel heel erg lastig is. En ik kan me ook voorstellen dat het niet al te makkelijk is. Tuurlijk, ongetwijfeld. Denk je dat ik nooit ruzie heb met mijn mensen? Onderling. Ja. Je zegt... En echt is goed. En de wereld is zoveel mooier als jullie gewoon normaal tegen elkaar aan... Denk je echt... Ik ga eens een voorbeeld nemen. Vleemhuisje is nu ook online. Mag je navragen? Ik ben beste vriendinnen van Shana, echt waar. Maar op een gegeven moment, als er iets aan de hand is... En ik heb zoiets van, ja, hallo, het gaat ook wel heel erg fijn op dit moment. Yay, Victor Royale. En ik heb ook wel eens ruzie met mijn beste vriendin. Hè, dit blijft 2 dagen. Poep, de poep. Ik wil dat jij je nergens mee bemoeit. Anders word je geblokt. Dit is iets tussen Niek. En Lieke en ik helpen mee met oplossen. Shanna, wil jij poep de poep even een time-out geven voor mij alsjeblieft? Dankjewel. Weet je wat het is? De wereld is zoveel mooier met vrolijkheid en gezelligheid. Dus er is al genoeg ellende op de wereld. Er zijn vrienden. Hè? Ik had voorheen ook een hele goede vriendin die ik ook nooit meer zie. En... Hè? En Vleemhuisje is mijn beste vriendin. En je mag aan Shanna navragen. En wij hebben ook wel eens een woordenwisseling gehad. Waarvan ik dingen zei waar ik spijt van had. En zij ook. Even, Ellen. Wacht even. Alleen even. Heel even, ik ga je zo iets aan het uitpraten. Maar je mag wel in de lobby blijven. Ja. Dan wel.
Maar ik heb. Ik kan niet zijn het soort van. Ja, weet ik veel. Aan het soort van uitpraten of zo. Ik ga over 5 minuten even iets anders doen. Even stop met voortdijden. Maar even snakken. Ha, niet geloof me, er zijn zoveel ellende op deze wereld. Doe gewoon lekker vrienden met elkaar. Ga lekker gewoon met Liek mee gamen desnoods. Ga gewoon lekker gezellig doen. Er is alle ellende genoeg op de wereld. Snap je? Het is echt, geloof me, dit is nergens voor nodig geweest. Mensen gaan zich met jullie bemoeien. Eén de poep Chinees op. Hè? Snap je? Ja, die bemoeit er heel de tijd mee. En jullie zijn mens genoeg om het samen op te lossen. Lieke, voor jou precies hetzelfde. Hè? Kijk, ik ben een klein beetje geïrriteerd op beide. Hoor je me? Beide. Ja. Niet zomaar iemand blokkeren als er iets is. Ga van tevoren naar hem toe. Zeg gewoon van, joh, is het waar dat die en die dit heeft gezegd? Als Niek zegt, nee, het is niet waar, is het niet nodig. Ik weet zeker dat hij heus wel in staat is om te praten. Oké. Okay. Nou, geef elkaar de hand. Doe gewoon een dansje desnoods, zodat ik zie dat het opgelost is. Kom op, Niek, jij ook. Oké. Okay. Schiet op. Nou, weer vrienden? Niek? Ik wil eerst een woord van haar horen. Ja, sorry. Maat, ik heb toch net letterlijk gezegd dat ik het precies niet meer weet. Als je gewoon sorry zegt, dan is het ook goed bij hem. Nou, ik zeg sorry. Oké, sorry. Oké, is het opgelost? Denk het, ja. Niek? Ja. Allebei opgelucht? Ja. Niek, jij ook? Ja. Oké, als er wat is, dan hoor ik het graag. Oké. Nou, Niek, nu kan je iets anders gaan doen zelf. Nu kan ik iets door het duel. Goed? Ja, later. Hey, doei. Fijne avond. Nou, opgelucht? Oké. Ja, op zich wel. Maar ja, ik hoop niet dat we gewoon weer iets maken of zo. Nee, want ga je gewoon op zich geen nut. Dan praten jullie het gewoon weer uit. Ik weet niet. Bij mij werkt dat. Ik kan dat zelf niet echt oplossen. Ja, ik ook niet, maar praten is de beste methode dat we vechten. Waarom zetten ze dit op het verhaal? Oh my god, er is vandaag gevochten bij ons op school. En iemand gaat dat op Instagram en zo zetten. Ja, dat is dan degene zijn probleem, niet die van jou. Nee, dat klopt. Vleermuisje! Thanks, sweetie. Doe je ook weer mee? Hey, Alain! Hallo? Hallo? Alain! Kan je Alain! Praten? Hey! Aarde, ik wilde bij je zeggen aarde. Wat heb ik nou weer aan mijn pap? Ik heb er altijd wel wat, hè? Oké. Ik geef het door aan Deborah. Ja. Heb ik het jasje mis of zo? Of? Ja, een soort van. Twee ik had toch ruzie met Niek. Je weet. En ik was tot zat. Ja, en ze heeft het, zeg maar, opgelost. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Is goed, sweetie. Dan gaan we morgen lekker samen een potje gamen. Ik ga unblocken, doe je denk mee? Ik. Ja, lijkt me een goed idee. Want zo voorkom je misverstanden. Goed? Ja. Nou, het is nou opgelost. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Dat ik het heb kunnen doen. Ellen, doe je mee? Nee. Ik ga straks weer met iemand anders. Ah, oké. Dan zitten we bij mij voor duo. Dus, jullie mogen meedoen. Ja, ik ga het kisten meedoen met Max. Oké, dat is goed. Morgen dan nieuwe dag. Oké.
Allee, morgen, doe je morgen weer mee dan? Je bent ook morgen school, hè, Pet? Nee, dat wist ik niet. Nee, maar misschien in de avond als je op kan. Nee, want ik ben heel laat thuis pas. Ik ben maar rond 7 uur thuis morgen. Oh, maar dat wist ik niet, Allen. Ik weet natuurlijk niet alles. Dus dat was het tegen mij hebben gezegd, maar tegen mij niet in elk geval. Moet ik je kikken of... Heel veel plezier in morgen op school. Ja, kik me maar en dan kan je me terug inviten. Dus. Is goed, rustig terug aan, hè. Terug inviten, hoezo? Omdat ik me, ja... Ik had toch wat meer dan als Max, Ah, dankjewel. Is goed, Lieke, doe maar. Oh, oké. Okay. Doei. Goed zo. Doei. Hij gaat opnieuw. Zo. Wil die nou wel of niet meedoen? Nee, volgens mij niet. Oké. Hij ging volgens mij met Max meedoen. Die was hoe heet het? Oh ja, die was live, Maxima. Oh ja, ik kan het niet doen. Jij kan het alleen doen. Oh ja, ja. Ik kan het alleen op duo. Ja, ja, ik zet hem op duo. Komt goed. Is goed, Tablin, meisje. Heel... Ah, zo krak. Heel veel plezier met mama. Doe de mama de groeten van mij. Ik ben echt super blij dat het opgelost is. In elk geval. Zo, oh, waarom invite iemand mij weer? Gewoon een andere vriend van mij. Niet doen. Ik weet niet of het de goede is of niet. Ja, op zich wel. Ja, dan kan hij meedoen. Dan moet hij ook even abonneren op mijn kanaal, hè? Ja, anders dan kijk ik hem wel. Toch? Ja, zeker niet. Als jij dat wil doen, geen probleem. Hij mag ook meedoen, hè? Ja, maar ik bedoel, als hij scheldt of zo. Ja, dan moet je gelijk kikken. Oké, ik invite hem wel. Ja. Zeg maar een beetje dat hij aardig moet doen, oké? Okay? Dan weet hij dat zelf ook. Ja, dat kun jij best doen, jij kent hem. Wat een aparte naam. Ja, toch. Yo. Hallo. Yo, Jort. Oh. Oké. Okay. Hallo. Oh, hallo. Moet je kebab kopen? Wat? Wat je kebab? Kebab? Nee, dankjewel. Russisch kebab. Welkom bij Turkse kebab, kip kebab, varkens kebab. Oh mijn god. Okay. Wat wil jij hebben? Broodje? Wil jij shawarma? Kapsalon? Vertel mij. Ik ga maken. Ik hoef helemaal niks. Turkse thee? Ik hoef niks. Ik wilde vragen of je mee ging gamen. Oh, de Italiano. Spaghetti, tagliatelle, pizza. Ik wilde vragen of je mee... Ik wilde vragen of je mee ging doen met gamen. Ik weet niet of... Kan ik dat... Kan ik gamen? Oh ja. Oh, Jort. Ik weet niet of ik dat kan, man. Ik ben wel slecht, hè? Ja, ik ook. Haha, dat is niet waar. Ik ben ook niet... Kijk maar. Lekker. Maar joh, dat is niet eens zo. Het is toch maar. Ik heb zeg maar ongeveer 20 wins of zoiets, 30. Wow. Ik heb ook niet zoveel, hè? Ik ga even op jacht naar wapens. Kom je mee? Ik weet niet hoeveel ik heb. Ik ga ook niet tellen ook. Ik heb, maar ik ben echt slecht. Dus ik ook. Ik ben heel slecht. Ik ben ook slecht. Oké. Ik ook. Nu wil je het niet. Waarom had je dan met mij aan? Ja, dank je. Sorry. Wil je McDonald's? Nee, dankjewel. Ik eet geen McDonald's. Nee. Ik eet geen vette eten. Wat? Dat boeit me geen ene tyfus. Wow, even. Wil je niet schelden, AUB? Ja. Hoe oud is hij? Ik ben 6. Dus zij. Maar ik heb een beperking. Hij klinkt niet zo. Er zit iemand te dansen! Wat gezellig! Ik ga naar hem op zoek. Oh. Ik vind het heel gezellig.
Ik zet bimbadaboom. Hij is aan het dansen! Wat is dit? Ik wil niet wassen. Oh, dit is... Hij is... Oh nee, dat is een henchman. Ai, shit. Ze is voor mij niet online. Wie? Ik heb mijn poot gebroken, Lieke. Je moet even naar me toe komen. Wie, ik? Nee, ik. Oh. Ja, kom maar. Anders overleef ik het niet. Ik heb nog precies 28. Oh, ik weet niet of ik het ga halen. Ja, daarom. Nee, ik kan kijken. Het ga je doen? Ik kan wel naar de cirkel, maar... Ga ik proberen om te halen, maar... Als het lukt, dan is het in tweede. Goeie dood hoor, Likke. Ja, ik kon... Ja, er was ook nog iemand daar. Dus ja... Oploot. Jongens, ja. Hou eens op met die pleugster. Sorry, nu scheelt ik wel. We hebben buren en die gooien heel hard met de deur. Ik weet niet echt of ik het ga halen. Ik denk niet echt, maar... Nee, maar ik ga gewoon zoveel mogelijk. Ik heb nog... Dan moet je naar je buren gaan. En zoals je dan moet doen, ga je naar je buren toe, ja? Bel je aan en zeg, als je nu niet stopt met die deur, dan gooi je schenk ik je dood. Nee, dat ben ik niet. Nee, ik hou niet van dat soort dingen. Ah. Nee, maar hoe oud is hij? Is hij christelijk plus... Nee, ik heb een autisme. Bij mij is het zo dat ik... ik ben 36, maar ik heb een IQ van een kind van 9 tot 6. Echt 36? Ja, ik zal het niet zeggen, maar ik ben het wel. Maar ik heb een IQ van een kind van 6 tot 9. 36? Ja. Maar ik heb een IQ van een kind van 6 tot 9 jaar. En nee, nu ben ik slim. Wat? Ik ben echt dom, maar nu voel ik me slim. Maar zeg Wolla, je bent zo... Zeg Wolla, je bent 36? Ik geloof er echt niks van eigenlijk. Rieke, jawel. Leg het eens uit. Ja, zij, ja... Ja, ze heeft zeg maar een beperking, maar... Ja, ze is wel zo oud, alleen ja... Ze heeft een... Oh. Dus ja, maar het is wel echt zo. Oei. Mijn moeder kijkt ook mee. En mijn beste vriendin kijkt ook mee, die kan het ook beamen. Bijna net zo oud als een van mijn oudste zussen, man. Ik heb er helemaal niks aan doen. Nee, klopt. Ik heb een autisme. Ik dacht oprecht aan het begin, hè, toen ik deze geen haat of zo. Ik dacht oprecht, is het iemand die mij aan het trollen is, hè? Nee, ik trol niemand. Het was best wel. Het is ook heel vaak zo. Mijn hoed is nog steeds helemaal top. Het gebeurt bij mij ook... Achter je staat een kist. Het gebeurt bij mij ook. Over. Oh ja, maar je zegt dat dan. Het gebeurt bij mij ook. Helemaal hierboven. Nog hierboven. Ja, ik heb toch bijna geen met. Jawel joh. 1000 beeld. Nee, grapje. Je hebt, maar het gebeurt mij ook heel vaak dat als, hey, als ik dat aangeef, dat ik een beperking heb, dan wil niet... Rieke, mag ik even wat zeggen? Ja. Het gebeurt mij ook heel vaak dat als ik zeg hoeveel jaar ik ben en dat ik een beperking heb, wil vaak niemand meer met mij gamen. Oh, dat boeit me echt vrij weinig. Nou, dank. Nee, het boeit me echt vrij weinig wat je hebt. Ik bedoel zeg maar in het algemeen of ik met je wil gamen of niet. Ben je Mr. Savage of Benji Fishy? Of ben je net zo goed als Lieke bijvoorbeeld? Maakt me echt niet zo heel veel uit. Kijk me één dan, wat is dit? Maakt me echt niet zo heel veel uit hoe goed je bent ofzo. Ja, behalve als ik Arena ga spelen, dan maakt het me wel uit. Ik speel ook wel eens Arena. Vanmorgen nog. Hoeveel punten heb je? Lieke, schiet die drones in uit de lucht. Nee, waar? Oké, sorry, ik ben blind. Laat mij. Oh, daar. Maar ik heb geen aim. Zie deze aim. Ja, oké. Top. Beter. Ik heb geen aim. Ik hou serieus de tel gewoon af en toe niet meer bij. Weet je wel dat ik vanmorgen ben... Nee, gisteren ben begonnen met de Arena. Links van je. Ja, I know. Oh fuck. Oh, mijn aim, maat, wat is dit? Daar links.
Holy crap, die aim is wel geweldig hoor. Nee, mensen stoppen met z'n tips. Nee. Kat hem. Hey, turtle Chinees. Join me. Nee. Mensen. Hier. Hoe moet die mensen? Wat is mijn aim? Waar is mijn aim heen? Anders zijn we met drie. Ja, anders zijn we met drie. Kijk, door mij op. Lekker! Lieke, ik heb Turtle geïnvite, ja. Anders zijn we met ik drie squads spelen. Even serieus. Yes. Ik heb die enige gesnijd. Nice. Ja. Zeg wat, dat die aardig moet doen. Turtle heel aardig doen tegen die andere mevrouw. Ja, en niet oh wacht, je bent gejoind, ik had niet eens door. Hoi. Ik kom er aan het mee van mijn kitten nemen, hoor joh. Ja? Niet schelden. Ja. Oké, beter. 12 FPS, 12! 12! Oké, ik heb... Bij die andere kijken. Waarom kan ik... Ik kan niet bij die andere kijken! Lieke, nee, ga dood op... en dan pak ze even je kaart. Dan kan ik bij die andere kijken. Nee. 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 Gaan we niet doen. Hier is één kist. Eén. Eén. Ja, ik heb gewoon die ene gesnijpt net, Liek. Hij gaat denk ik vanzelf al dood. Turtle, welke van de drie? We moeten gaan hardlopen, een cirkel. De dikste. Oké, lief. Wat lief, we gaan dit potje afmaken. Nee, ik zat in de pauper. Hij zat in zijn eigen potje. Potje, totdat er geen kisten in. Pak maar die kist. Dan ga ik je weer inviten. Als je, zeg als je in het potje zit, ja? Ja. Ja. Ik huis al geïnviteerd mij. Dat doe ik. Ho. Kom. Auw! Ja, en wat als ik dit doe? Ja, dan ga ik. Oh, fuck. Oh, sorry. Ik ben dom, hè? Oh boy, ik ben zo schuldig. Ik ga even wat doen. Wat? Nee, is oh, jij, jongen. Dat jij al ongeveer 350 aan shieldjes hebt gemist? Ik weet niet. 3 bigs en een paar minis. Ik weet je. En wie? Ben je al. Waar ben je nou? No. Oh, hij is al. Jongen. Ik ben naar de cirkel aan het gaan. Ga met z'n tweeën richting... Ga met z'n tweeën richting... Richting de cirkel. E4, ga naar E4. Ga naar E4, Lieke. Waarom? Nee, je moet gaan maar af. Je dan ik kijk nooit daarop, hè. Ik kijk nooit op dat ja, ding. Ja, maar ik kan, ik kan het niet anders zeggen. Ik kan niet pingen ofzo, dus ik moet zeggen op die manier. Of je gaat richting... Jongens, ga in de cirkel. Nee, ik ga eerst... Ja, E5 nou, zit in de cirkel, maar dan zit je... dead side. Ja, eerst ga ik even mijn beste aim oefenen op deze kinderen. Pickaxe in de moeder. Oeh! Oeh, nice! Holy! Oké, eerlijk, daar was mijn aim wel goed. Ik schrik. Wat doe je nou? Niet lopen! Boeit me niet! Ik ga wel... Oh kut, laat maar, fuck hem. Hij gaat toch... Drama! Oké, hij heeft nog maar 75 HP, dus je bent 1 to 2 shot. En nog een lama. Ja. En je hebt... 3, 7, voor de rest gaat het goed. Oh joh, Afrikaland hier! Ja, Lieke, je hebt 53 builds. 54. Oof! Chill. Ik ga gewoon loesten weer. We worden beschoten. Dacht ik. Hoede! Ik denk dat ik hem niet echt ga killen. Oh, shit, want, bitch! Hey, Lieke! Oh, wacht, ik mocht niet schouder. Ja. Mocht je weer V-Bucks kopen?
Ja, nee. Ja, normaal, ja, ik heb deze pack gekocht. Alleen vier weken weer niet kopen. Dat is blijkbaar een afspraak. Ik wist niet eens dat het een afspraak was. En dan mag je hoeveel weken niet kopen? 4. Kan ik je dan niet gewoon elke 4 weken 100 euro? Lekker! Dit! Wie is dit nou weer, joh? Alex Noel 4HJXJ. Dat... Ik moet even nu wie? Nee, hè? Ik heb een. Ik heb een friend request van Alex Ali. Noel 4HJXJ en van Kurosje. Ken ik die? Oké, okay, fuck deze power skills. Ik kan echt niet power hier. Oh, je mag niet gaan. High ground retake. Nee. Even serieus, heb je gezien hoeveel wapens ik heb met hoeveel loot? Ik krijg een friend request van Seth van Alex, no, bla bla bla, eet hier, ja, bla, bla 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 bla. Ja, ik ook. Volgens mij wilt u met mij vechten, hè? Ik ga hem invite nu ook nog. Ja, doe maar. Even kijken. Ja, kom, we gaan hem invite. Hij staat op Nintendo. Maar niet echt te veel schelden, hè? Je weet. Even vragen wie dat jongetje toch is, mignon. Gaan we niet eens even invragen wie dat is. Volgens mij is hij niet Nederlands, volgens mij is hij Frans. Ik ga hem joinen, ja. Dus ga hem weer remove printen. Nee, ik ga hem joinen. Oei, oei. Shit. Ja, sorry, ik moet heel hard joinen met skin. Linker, kijk uit. Nee. Linker, ga ik dood. Kijk maar één. Pak hem, pak hem. Oh, jongen. Kijk mijn aim. Ik zei toch, waar is mijn aim? Hij was zelfs nog slechter dan Turtle. Oh, joh. Ja, ik was nog beter dan deze pieper normaal gezien, maar die was een beetje... Turtle, gooi mij, Turtle. Ik ga je... Hou je mond, jongen. Aardige jongen. Aardig, joh. Okay. Oh, ik heb trouwens wel een vraagje aan een van jullie, jongens. Wat dan? Nou, ja, Jort Vager. Willen jullie alsjeblieft abonneren op mijn kanaal? Lieke heeft me al geabonneerd. Ja? Kan niet, ik kan het. Oh ja, nee, het is 8 uur. Nee, ik ga echt niet om, mama. Nee. Oef. Huh? Ik kan niet abonneren, Erika, sorry. Oké, okay, je hebt geen kanaal. Mijn Google-account is vorige week gehackt, dus nee, dit YouTube-account. Oh, dat is... Hey, Max is gewoon live, ik ga kijken. Oh, je bent live? Ja, Max. Ik kan... Hoe heet je? Oh, wacht, ik heet de kattenbende. Hè? De kattenbende. De kattenbende. Ja, zeg dat maar. Dat is wel een originele naam. Ik wou zeggen, ik heb hele lieve katten, die staan er ook op. De kattenbende? Ja. We hebben 503... Ja, we hebben 563 abonnees. Oh, die had gewoon meer abonnees dan ik op mijn account. Ja, nu wil ik mod. Mod? Bij mij kan dat nog niet, want dat moet ik overleggen met mijn ouders. Erika Meerman, livestreams, kookvlogs, onweervlog, wacht? Ja, onweervlog. Weervlogs. Deze guy post een beetje van alles. Goofy, Felix, Crystal, Erika, Nikki. Heel veel Fortnite streams. Ja, en Minecraft. En vandaag heb ik simles gehad, simsles. Ik heb een privé leraar voor simles. Geet u al stil? Ja. Top dit. Ik ben even gefascineerd naar de film. Ik kan niet sippen, maar ik kan wel geabonneerd. Ik heb je een mod gegeven, Turtle. Holy craps. Ik heb... Ho! Oh, wacht, ik mag niet schouwen. Niet schreeuwen. Ook niet schreeuwen. Goed. Ik zie mezelf! Maar dat is ook wel heel stoer. Wacht, ik maak even snel YouTube. Een nieuw account aanmaken.
account maken. Voor mezelf. Voornaam. Je moet het niet laten. Je moet Oké, ik ga mijn naam nu meteen aanpassen. Vind ik echt niet kunnen. Mijn e-mailadres is. Nee, wat doe ik? Wat heb ik gedaan? Wat? Wacht. Oh, ik weet het niet eens meer. Maximaal. Oké. Wat heb ik nu weer? Wacht. Oh, oké, jullie hebben... Ja, ik kom... Oh, mama, doe even rustig. Niet grappig. Oh, god, sorry. Ik moest denken aan mijn eigen jeugd. Want ik kon mijn naam niet veranderen, was dit? Ik moest serieus denken aan mijn eigen jeugd toen ik dit een keer zei tegen mijn moeder. Kreeg ik voldoende, jongen. Oh ja, mijn moeder geeft me oh nee, doen. Ik kan mijn naam niet veranderen. Ja, nou, typisch wat, Lieke. Dank je wel voor je abonnee. Waarom ga je ook niet zelf blijven? Hey, maar ik moet gaan, want ja, mijn moeder belde en schreeuwde de hele tijd. Ja, dat dus ik heb het niet gehoord. En als ik niet kon, dan ja, weet ik dat er weer eruit wordt getrokken. Het is altijd. Nee, ik wil niet meer. Woonadres. Oh, ik wil ook niet mijn telefoonnummer hier aan koppelen. Ik wil gewoon YouTube. Hey, maar ga je later. Huisadres. Piep. Mieke, ik hoor je morgen. Ik kom hier voor de appel. Doei. Doei, Mieke. Yo, later. Nou, zing ik al, zing me ziekie naai. Zoekoekoe, zoekoeloe, koeloekoeloe. En meteen doet me ziek moeilijk. Oké, we gaan squat. Ik heb al op ready gehoord. Dat is een gekke appel, hè? Ik ben ook een rare appel, hoor. Weet je wat ik... Serieus, weet je wat ik altijd eet als ontbijt? Nee? Mijn ouders vinden dat zo bizar, hè? Dat is... Ik eet een broodje ei met salami en of gebraden gehakt en dan met ei gebakken. Weet je hoe lekker dat is? En dan gebakken uitje erop. Met ketchup. Lekker, hoor. Want ik eet in de ochtend als ik naar school moet. Even een crackertje. Oh, ik lust dat ook wel. Maar meestal eet ik brood. Ik kom weer bijna te laat. En dan krijg ik weer herres met mijn docenten. En dan... Oh, dat probleem heb ik niet. Niet meer althans. Oh. Ik mag dat. Morgen ook weer. Oh. Maar ja, boeien. Ik moet 8:30 beginnen. Ik ga lekker tot een uurtje of 11 gamen. School is niet zo belangrijk. School is juist wel belangrijk. Al toch wel. En dan ben je een goede leerling, hoor, als dat zo is. Ah, joh. Is toch morgen niet zoveel te doen. Kom. Is er dat je ook een camera aan kan doen bij je livestreams? Je kan een facecam van PlayStation kopen. Ja, maar ook wel weten hoe die kringen zijn. Volgens mij valt het wel mee. Ik krijg 50 euro per week leefgeld. Oh joh. Dat is niet veel, hoor. Dan moet je ook je boodschappen en alles van doen. Ja. Nee. Ja, echt wel. Serieus? Ja, serieus. Ik maak een grapje. Oh my god, dat is echt heel weinig. Ja, dat is niet veel. Maar ja, ik red het wel, hoor. Ik red het niet eens met dat aan... Aan zakgeld in de week. Ik moet nog steeds zeuren bij mijn moeder dat ik niet genoeg heb. Dat doe ik ook elke week zeiken, maar dat werkt niet. Nou ja, nu tegenwoordig niet meer, hoor. Want nu heb ik mijn windvoerder die is nu. Gaan we naar Salty? Ja, is goed. Of gaan we... Nee, kom maar naar Sweaty. Kom maar hierheen. Ja. Mijn windvoerder is nu voor mij een nieuwe videocamera aan het sparen. Je wat is? Een nieuwe videocamera. Je bewindvoerder? Ja. Wat is dat als ik vraag mag? Dat is iemand die je geld beheert. Doei, Jord.
En dat is helemaal niet erg hoor. Ik ben juist wel redelijk blij mee. Hier. Die staat ik toch helemaal niet. Wacht dan een mini? Het liefst heb ik helemaal geen bewind voelen, maar ja, ik moet wel, ik heb geen keuze. Maar die zorgt dus dat jij je geld hebt, een bewindvoerder. Ja. Ja, daar heb ik mijn mama voor. Oh, ik blij. Wat zijn de mensen bij jou? Mijn mama, ja, ik heb hem al geteld. Mijn mama doet ook werk voor mij. Oh, dat is wel beter, hoor. Je mama dat doet. Ja. Kom niet zoveel tekort. Ik ook niet. Ik hoef maar te roepen bij mijn vader als ik zulke mail wil of zo. Oh joh, nee, ik bedoel qua kleding of qua eten of zo joh. Een nieuwe trui onderbelt, mama. Oh, dat is alleen maar goed toch? Nou, alleen mijn gaming spullen moet ik wel zelf betalen omdat ik ze anders te snel ga slopen. Ja, mijn moeder ze nog betaald dat ik in een jaar een stuk of 12 controllers verbruik. Oh, serieus? Ja. En dat wou ze niet meer, dus toen zei ze, ga maar zelf betalen. Ja, gelijk. Dan ga je ze toch minder, dan ga je ze minder snel slopen. Klopt, ja, je moet even ook geen geld op de rug. Nou, het is niet dat ze het niet kon betalen, maar het is meer dat ze er een beetje gek van werd. Ja, gewoon een les. Gewoon een les voor jou. Maar nu moet ik echt alles zelf betalen. Al mijn gaming spullen. Muis, toetsenbord. Ja, ik had ook 3 of 4 toetsen worden. En toen moet ik nu alles zelf betalen. En dat vind ik niet leuk. Nee, maar ja, maar kleding krijg ik wel. Ja, kleding. Maar kleding heb je sowieso wel nodig, hè? Hey, iemand heeft Jordo in de chat. Ik ga hem killen. Hij heet Almost bla 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 Turtle bla 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 bla. Weet iemand waar de upgrade bench hier is? Ja. Waar? Daar. Die ding. Als je moet zoeken, als je moet zoeken, is het in het huis. Oké. Okay. Ja, kan ik ook zien hoor. Bam, bam. Nee, deze hebben we nodig. Oké, okay, hop. Oh, ik mute mezelf heel even op Fortnite. Ik moet heel even wat zeggen in Discord. Hallo? Hi. Hoor je ons weer? Ja, nog steeds. Ja. Heel mooi. Wel. Maar jij niet, hè? Hutserige huts. Met hutspot. Oh, lekker. Maar jij niet, hè? Ik heb vandaag bloemkool op met een kippenpootje en aardappelen. Ik heb vandaag... was het? Maar heb ik tagliatelle op of zo? Ik weet niet eens meer, joh. Boeit me ook niet veel eigenlijk. Als het maar lekker is. Oh joh, ik had besteld. Mijn moeder was niet eens thuis, man. Oh, Waggy. Nee joh, vanmorgen of vannacht pas ergens thuis. Rustig te werken. Rustig te zorgen dat ik
lekker chillings kan gooien met hutserige huts huts. Hutserige huts huts. Ha! Hey Turtle, kom. I'm not coming to you. Waarom gaat deze whiplash zo slow? Bye bye. Kijk hoe slow, kijk hoe slow. Hij gaat 50. Zijn de whiplashes zachter gemaakt? Nee, dat komt door deze weg. Kijk, nu niet meer. Oh ja, Hey, hier, Jeff. Kom bij mij in de auto en dan pakt Erika deze. Wacht, turn op pink. Erika, je kan die pakken. En dan onze auto's bijna. Hier, deze. Geef je mij weer een verrotte auto? Nee. Ik heb mijn moeders auto gestolen. Arme mama. Wat is dit voor poepmuziek? Geen idee. Turtle, we kunnen bijna tanken. We zijn bij het tankstation. Oh, we redden het. Turtle, tank? Oh, ja, ik tank. Ik ga tanken. Wat een beschoten! Dubbel tank! We gaan dood! Ah nee. Kom, snel hier. Mensen. Ja, mensen! Ga! Ja, ezel! Zijn hele... Nee! Een ezel? Dat klinkt ook echt serieus zo van de ezel. Ok. 30. Ik ben... Jort! Boeien, kill ze fucking hele... Niet zo hard killen. Oké. 90, ik ben white. Ik ben tanto slecht. Ik ben ook slecht. Je zit edit koers op seconde. Ik gooi edit koers. Knocked! Je hebt ze wel. Hey Jort, ik heb visje voor jou. Kom. Dood! Alsjeblieft, doe de ballen. Kijk. Pak niet. Ik kan ook Laat mij erin. Laat me gewoon eigen auto zoeken. Nee, ik ben geshankt. Ik ga de kaart van Erika pakken. Save Erika. Ja, joh. Ik ga die route. Ik ga mijn auto even vullen en dan ook even naar jou komen. Ik moet de Ik heb geen match. Ja, ik had alles. Huts, wat is de reboot? Die is daar niet meer. Oh. Ik doe even snel met kietje poppen. Holy poep, we moeten ver. Titanic, Nymanic. Mijn Wacky is kapot bij. Ik ga even naar Weeping toe, even een beetje rebooten, je weet wel. Waspapping. Oh ja, en ik heb jouw aan mijn rug. Gasta, Wacky. Dat doe ik ook wel eens. Ik ben al bijna bij Weeping, joh. Ik ga serieus over een klein half uurtje ga ik offline mensen aan elkaar. Ga je dan slapen? Ja. Dan al? Ja, ik slaap best wel vroeg omdat ik het heel erg nodig heb. Ik heb Hoezo heb je dat nodig? Ik heb drie katten en die houden me vaak heel de nacht wakker. Dus de keren dat ik kon slapen, dan neem ik alle uren. Maar dan ben ik morgen sowieso weer morgen online hoor. Maar jij bent liever ga jij je katten houden en poep slapen. Ik hou mijn katten, ja, omdat het mijn kindjes zijn. Oh, als ik slecht had geslapen, hè. Maakt me echt niet... Ja, baby is anders, maar bij dieren... Hier, stap in, snel. Erika! Ja, ik was onderweg. Waar is de auto? Oh! Ik ben de katten niet van. Hoor je die muziek? Gek, hè? Ja, leuk, man. Op je rij, wat? Nee.
Vaak is het zo dat je dat niet eens hoort. Maar je ook moet... Eens wat. Er is een mens op mij. Ja, kom maar aan. Kom, we gaan hem helpen. Hij is koud slecht. Ja. Oh. Nee, hij heeft hem al. Kom, stap in. Nee. Ga met mijn gekke Lambo gaan we rijden. Nu nog een min. Nieuwe Lambo. Even snel pakken, want deze is helemaal oud. Even snel. Hé, hey, ik wil rijden. Oké. Pak die AR daar. Ja, stap in. Ja. Ja, ik moet even een stukje door de storm heen. Ja, dat is hier. Ja. Jij mag even een stukje rijden. Ga maar naar Turtle Ducky. Rijden. Waar is Turtle Ducky? Moet je even kijken op de map. Hij is, ik zet er een marker bij. Ja. Je kan het best dan richting hier gaan rijden. Rij maar hierheen. Of Turtle daarheen. Godverdikke me. Hopelijk. Wakanda! Oh mijn god. Oh shit. I need to Wakanda myself. Wakanda, la la. Wakanda! We Wakanda, you bruh. Dat is niet zo goed als die, hoor. Smack. Smack. Oh, ik heb... Hey, Turtle. Ja? Weet je hoeveel beeldjes ik heb? Ik zit een beetje te klutschen. Ja, dat boeit niemand. Poepies. Turtle. Klaar. Ja, dag. Hey Turtle, kijk eens wie er bij jou is. Confuse. Kill hem. Oef, ondergekakt. Wij zijn echt goeie. Dank je. Ik en Turtle zijn beste team ooit zo. Wij spelen hey, langzaam. Ik wil zeggen, ik hoorde ook nog een beetje bij jou vandaag. Ja, 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 maar we hebben nu heel mooi kind mensen gekild. Met z'n tweetjes even. Oh, dat hoor ik graag. Turtle, heb je wat shield? Ja. Oh, wacht. En wat white? Nee, heb ik niet. En dat was mijn laatste shield. Ik heb niks. Dank je. Doe even waar. Wow. Ah joh, je bent heel low. Hier, neem visjes in. Hoor ik nou mijn naam? Ja hoor. Je hoort een trio tegen ons. Nee, een... Ja, een trio. Gaantje snipen, let op. Ja, maar ik hoor mijn naam. Doe dus je poep in. Ik ben vandaag zo scheef, hè. Wow, ik ben vandaag echt slecht. Ik hoor mijn naam elke keer vallen. Wie doet dat? Hoor je ook gedood door... Ja, 1 HP. Ik ook. Ik ben ook dood. Ik hoorde mijn naam vallen net. Jongens, ik ga de livestream altijd even uitzetten.
terug dan en wacht even die andere even wachten. Vond je het nou leuk? Misschien doen we even zeker een duimpje, maar tot morgen.